Ja, woensdagavond was het al bekend... dat burgerbelangen met tien zetels de grote winnaar is... bij de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Maar pas zojuist werd de verkiezingsuitslag officieel bekendgemaakt. Hoe zit dat precies? Collega Wilco Lauwers was er net bij. Uh, Wilco is weer hier inmiddels. Het was niet lang dan, hè? we begonnen om vier uur, volgens mij. Ja, het was met tien minuutjes, een uh, kwartiertje, even napraten... Was, ja. het, uh, was het afgelopen. En dan met gierende banden naar de studio, natuurlijk. Ja, prioriteit, hè? Maar hoe zit dat nou? Wat die, het, het was toch al bekend? Eh... Uh, ja, de uitslag op zich was bekend in eerste instantie. Nu was de definitieve uitslag. De afgelopen dagen zijn natuurlijk alle stemmen uh, ook op kandidaatniveau uh, geteld. Nou ja. ja, je kunt je voorstellen als er dan heel grote fouten waren gemaakt. dan uh, had het nog misschien tot een andere uitslag kunnen leiden. Maar dat is allemaal uh, gebleven. Dus ja. de zetelverdeling zoals we die hebben gemeld. Dus geblangen bijvoorbeeld met tien zetels de grootste. Um, ja, die, die blijft uh, ja. zoals hij is. Burgerbelangen houdt er tien. Maar dat is het dus niet zo, hey, je hebt het stembiljet, nou, daar staan al die namen op, die kandidaten. Ja. Ja. Dat je 10 zetels krijgt als partij, dat dan die eerste 10 de raad ingaan? Um, nee, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, want je hebt zoiets dat heet uh, voorkeurstemmen. En uh, nou, misschien om het voorbeeld van burgerbelangen maar, uh, maar eens te nemen. Um, als jij een, als jij, je hebt, je hebt um, dit jaar ongeveer 1480 stemmen nodig om de kiesdrempel te halen, zo heet dat hè? en dat betekent de kiesdrempel is zoveel stem heb je nodig voor één zetel. Voor één zetel, ja, ja. Um, Nou, dat, 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 dat betekent eigenlijk gewoon het aantal geldige stemmen deel je door het aantal zetels. Dat zijn er 39 in Enschede dan heb je dus zoveel zetels heb je nodig of zoveel stem heb je nodig voor één zetel. Dat is eigenlijk heel makkelijk uitgelegd. Nou, en als jij een kwart van die dat aantal haalt, hè, dus een kwart zetel, om het zo maar even te zeggen, als jij die op eigen kracht haalt. Dan mag je aanspraak maken op een zetel in de gemeenteraad. Um, en dat is dit jaar, als jij ongeveer, nou ik heb het uitgekeken, ik kan het niet heel precies zeggen. maar tussen 350 en 370 ongeveer zit die, uh, die voorkeursdrempel. Ja. Um, en dat betekent dat het bijvoorbeeld bij burgerbelangen. Um, nou ja, goed, de nummer 1 houdt altijd wel eigenlijk die kiesdrempel. Dat kan bijna niet anders. Um, als jij überhaupt in de raad komt, hè. Uh, maar hier uh, bijvoorbeeld Joffrey uh, Vogelsang uit Glanenbrug, 672 stemmen heeft hij in zijn eentje. Mm -hmm. Ook bijna allemaal uit de regio Glanenbrug. Zeg op welke maar. plek stond hij? Die? die stond op plek 13. Oké. Okay. Dus die, uh, komt, die uh, valt buiten die 10. Die valt buiten die 10, maar die mag nou aanspraak maken. Zelfs nummer 3 is hij eigenlijk in de, in de rangorde. Hij gaat zelfs bijvoorbeeld Barry, Barry Overink uh, voorbij. Oké. Okay. Een bekend uh, raadslid, ja. die we ja. regelmatig in de studio hebben. Nou, dat, dat, die dus, Zera hij mag dan kiezen, ik wil die zetel uh, van burgerbelang. Ja, daar heeft hij gewoon recht op. Ja. krijgt hij ook ja. gewoon. Um, Sierra Seben, um, die heeft nou, ook, ook vanuit, uh, he, vanuit de Turkse gemeenschap in Enschede... waarschijnlijk wel heel veel stemmen gehad. Ja. Uh, die komt in de raad, die stond op nummer 12. En op nummer 11 stond Stef Heurman, die heeft de 488 gehaald in zijn eentje. Nou, die komt dus ook op eigen kracht in, in die gemeenteraad. Dat betekent dus ook dat de mensen buiten de boot vallen. Zijn dat dan automatisch 8, 9 en 10 op die lijst die dan... Ja, 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 tenzij ze zelf uh, genoeg focusstemmen hebben, dan, ja. uh, dan, dan uh, is het ook zo. Maar in dit geval is het uh, Ben Sanders die komt net tekort. Uh, in aantal uh, behaalde stemmen. Dus die, de nummer 8 op de lijst, ja. die valt er buiten. Dan gaan we Peter... Ben Sanders niet terugzien. De Nestor van de Raad. Nou, daar kom ik zo nog even okay. op terug. Peter Brouwer, de nummer 9 valt er buiten. En van Wakeren, en daar heb ik ook even de voornaam niet van. Uh, die ken ik ook uh, niet. Nee, nee, nee. Uh, Peter Brouwer staat nu ook in de Raad. Maar B Ben Sanders valt er dus in principe buiten. Ja. Maar Burgerbelang gaat natuurlijk in het college komen. Hè? In de coalitie, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Je, kunt niet... Ja, je hebt zeven je partijen nodig, dus dat gaat niet gebeuren. Dus um, in ieder geval met één wethouder, waarschijnlijk wel uh, twee wethouders. Dus Niels van den Berg, die gaat schuif door. En dan is de eerstvolgende op de lijst. Komt in aanmerking, dus Ben Sanders, die gaan we gewoon terugzien. Ja, ja, ja. Dus dan gaat eigenlijk uh, nummer 1 en 2, uh, moet je eigenlijk ja. van die lijst loszien. Dus ja. dan wordt het nummer 3 tot en met uh, 12, die dan aanspraak maken op de 10 zetels. Precies. Tenzij er iemand met voorkeurstemmen precies, is. Precies. Zijn er precies. nog andere dingen, Wilco, die je uh, in het hele veld van partijen, uh, ook buitenburgerbelangen, om, die bijzonder zijn aan dat voorkeur, mensen voorkeurstemmen hebben gekregen en bijvoorbeeld anderen voorbij hebben ja. gestemd? Ja, niet veel. Ik zie even heel snel, uh, elke partij is eigenlijk zoals het op de kieslijst staat. Er zijn wel wat verschillen in de rangorde. Hè. Malkies, de nummer 2 van VVD, is de vierde gekozen. Uh, op de lijst, wel met voorkeurstemmen. Maar Nicole Walko, bijvoorbeeld, die is daar voorbij gegaan. Okay. Uh, bekend van uh, winkelhard Enschede. Uh, bij CDA is hetzelfde, maar is nummer drie. Niet genoeg voorkeurstemmen, maar wel de eerste in de lijst, omdat CDA drie zetels heeft. De nummer drie is naar nummer twee opgeschoven. Dat is Meriam Sumer. En die komt uit de Syrisch-Orthodoxe Gemeenschap. Dus is het is ook wel logisch wat daar de reden van is. De meest opvallende um, is GroenLinks. Um, Eén ding al, Robin Wessels, de nummer twee heeft niet genoeg voorkeurstemmen. Komt er wel uiteindelijk in. Eh, op, op, op nummer vier. Op nummer drie is Ahank, um, Kanotara. Die stond op nummer 5, die heeft genoeg voorkeurstemmen gehad om nummer 3 te zijn. Maar het meest bijzondere is dat lijsttrekker Bart Peter Zweem. We kennen hem allemaal, hij zou hier anders de column hebben gedaan. Die eh, is voorbijgeschreven door de nummer 3, Marianne Schouten. We hebben ze beide aan tafel gehad. Dus er zijn minder uh, rode stipjes ja. ingekleurd helemaal boven aan de lijst, wat toch de meeste mensen doen. Nee, ik wil gewoon links ja, stemmen. Je, je wil gewoon links stemmen, dan denk je: oh ja, goed, die eerste die pak ik wel. Ja. ja. Ja, en dan, dat is dus Marianne uh, Schouten. En niet zo'n beetje ook, ik pak het even als je heel snel bij, want ik heb het bestandje voor me. Wat ja, um, Peter Zweem heeft in heel NSG 1315 stemmen en Marianne Schouten 1797, dus het is bijna 500 stemmen meer. Zo, dat, dat is ook een flinke aantal. Dat is bijna, bijna een Pieter Rondzichtje, ja. uh, zoals hij het bij het CDA deed Goed, he? in, zo, uh, ja, in ja, de landelijke ja, verkiezingen. Het is niet gebruikelijk dat dit gebeurt. Ja, ja. Echt niet. Nee. Okay. En, en waar, waar, wat betekent dit? Ja, wat zegt um, dat? Ja, ik, ik heb Marianne even gesproken. Die staat naast me in, 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 de, in de raadzaal. En uh, uh, die was zelf ook verbaasd. Die was, uh, dacht van, oh, klopt dit? Hè? Ben ik als eerste genoemd? Ja, dat bleek dus van wel. Ja, um, ja mag je dan aanspraak maken op het fractievoorzitterschap? Ja. Heb ik ook even met haar over gehad. Nou, dat is natuurlijk veel te snel om nu uh, uh, over te oordelen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat als jij meer stemmen krijgt... dat je zegt, ja, maar dan ben ik de, de, door de kiezers... Als eerste benoemd. Hè? Dus um, in principe zou je kunnen zeggen. mag Marianne aanspraak maken op. het fractievoorzitterschap gaat uiteindelijk de fractie over. Hè? Dus dat de fractie is Bart, Marianne, Robin en Hank. Ja. ja. Die moeten dat met elkaar gaan. Uh, gaan uitmaken. Ja. Uh, maar ja, ja, het is een lastige situatie. Um. Voordat we dit gesprek afronden, uh, deze lijst gaan we ergens terug kunnen vinden. De totale lijst met de... Uh, ja, natuurlijk. Zometeen uh, ga ik een bericht maken op intwente.nl. Dit zijn de 39 raadsleden van NSGD. Dan kan iedereen dat uh, um, ook even terugkijken. En ja. misschien aardig om te melden waarom is Marianne Schouten daar voorbij gegaan. Nou, ze heeft natuurlijk een groot achterban in NSGD. Een brug misschien nog een beetje. Um, maar ik denk dat de GroenLinks-stemmers meer geneigd zijn ook om te stemmen op de eerste vrouw op de lijst. En um, een soort statement ja. van we kiezen de eerste vrouw. Ik denk dat het hier uh, 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 grotendeels is, uh, de reden is. Precies, nou bijzonder. Je komt dus met die lijst. Maar later ook nog, uh, mocht je dat interessant vinden. De, het uh, stemgedrag per wijk in Enschede. Ga je ook nog zien op 120.nl. Dus houd ja, het in de gaten. Zeker. Wilco, dankjewel.